heropende vergadering. Het woord is aan de heer Henning, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. De commissie heeft de geloofsbrieven van mevrouw Zonneveld onderzocht en in orde bevonden. Dank u wel. We kunnen weer toekomen tot het toelatingsbesluit. Dat zal de griffier voorlezen. Dank u, voorzitter. De gemeenteraad van Tiel gehoort het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van Zonneveld L. Leontien. Op 7 september 2016 tot lid van de gemeenteraad van Tiel benoemd verklaarde. Overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden. Gelet op artikel X12 V4 en V12 van de kieswet. Besluit toe te laten als lid van de gemeenteraad van Tiel. Zonneveld L. Leontien. Alles vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2016. Tiel, de voorzitter, de griffier. Dank u wel. Dan wil ik aan mevrouw Zonneveld vragen voor mij te komen staan. U gaat de verklaring en belofte afleggen. Ik zal de tekst voorlezen als u daar allemaal zelf op wilt gaan staan. Dan kunt u eindigen met dat verklaren, beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. Dank u wel. Proficiat. Dank u wel. Dan zijn we weer compleet. En succes in de komende waarnemingsperiode. Dan komen we bij het vaststellen van de agenda. Vooraf is goed om even te melden dat in het presidium afgesproken is een extra raadsvergadering te houden op 30 september 2016 voor het vaststellen van de jaarrekening. En in die raad zal ook het raadsvoorstel begrotingswijziging GGD veilig thuis worden geagendeerd. Dat even vooraf. Dan komen we bij het vaststellen van de agenda van hedenavond. Zijn daar opmerkingen over? Als niet het geval is de agenda vastgesteld, dan trekken we het nummer. Nummer 16. Dat is mevrouw Under. Mevrouw Under, proficiat. Dat betekent dat bij u eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen vanavond. Dan komen we bij het vaststellen van het verslag van de openbare raadsvergadering van 24 augustus 2016. Er zijn geen opmerkingen vooraf binnengekomen. Zijn er ter vergadering nog opmerkingen? Dat is niet het geval. Is dat vastgesteld? Ik zie dat uw naam griffier in beeld komt als u spreekt, maar bij mij is dat niet het geval. Maar goed, ik heb een naambordje dus. Bij u is dat niet nodig, voorzitter. Er wordt gefluisterd dat dat bij mij niet nodig is. De ingekomen stukken. Per categorie gaan we die behandelen zoals gebruikelijk. Stukken ten aanzien van wat voorgesteld is de afdoening, uitvoering en handel te stellen van BNW. De stukken A en B, bent u daarmee akkoord? Mevrouw Roders. Wij zouden willen vragen de brief van Tiel Maritiem toe te voegen aan de stukken behorend bij de Waalkade. Want we vinden het een sympathiek voorstel en we zouden het gewoon, we hoeven het niet te bespreken, maar wel toevoegen aan alle stukken die daarover liggen. Het document wat daarover is. Ja, akkoord. Dus dat gaan we doen. Zijn er andere opmerkingen over de A en B? Dat is niet het geval, dan is dat vastgesteld. Dan komen we bij Romeinse 3, stukken ter zaken wordt voorgesteld deze voor kennisgeving aan te nemen. Stuk A, zijn we akkoord, dat is het geval. Dan stukken waarvan wordt voorgesteld deze in handen te stellen van de commissie, in dit geval de commissie beleidscyclus. Dat is de midterm review, punt A, bent u daarmee akkoord? Dan is het geval, daarmee hebben we de ingekomen stukken afgehandeld. Dan komen we aan de hamerstukken. Hamerstuk 1 is vervanging van de fietsenstallingen binnenstad. Bent u daarmee akkoord? Dat is het geval, dat is het stuk aangenomen.
Agenda punt 2 bij de hamerstukken is de voorbereiding aanvraag vangnet participatiewet over 2016. Het Milieuakkoord. Dat is het geval. Punt 3 is de eerste begrotingswijziging belastingssamenwerking in Rivierenland met het Milieuakkoord. Dat is het geval. En punt 4 is nieuwbouw integraal kindcentrum Passewaaij buurt 7. Met het Milieuakkoord. Dat is het geval. Dan komen we bij de beleidsaanpassing op schilparkeren. Agenda punt 6. En daar wil wethouder Melissen vooraf iets over toelichten. Wat leidt tot een kleine wijziging van de tekst van het besluit. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geconstateerd dat in de stukken een zin is geslopen die verwarring heeft veroorzaakt. En omdat die verwarring mogelijk bij meerdere fracties dan de vraagsteller zelf, lijkt het mij verstandig om met elkaar de juiste zin te gaan vaststellen. Want het uitgangspunt van het advies van de commissie was: zorg voor een harde respons, met andere woorden, een hard draagvlak met een meerderheid. Ik kreeg ook nog mee, niet al te hoog. Dus dat getal is neergezet op 55%. En waar we het dan over hebben is een echt draagvlak van 55%. En dat betekent ook dat de tekst aangepast moet worden. En dat zou eigenlijk heel eenvoudig kunnen door bij het raadsvoorstel bij onder 2. En dan een keuze te maken tussen. En dan doorlopen tot een percentage van draagvlak, van het draagvlak van 55%. Dus als je het woord respons weghaalt, dan zijn we er. En dan is naar mijn opvatting voldaan aan het verzoek van de commissie. Dank u wel. Is dat voor iedereen helder? Het besluit wordt gewijzigd in de zin dat het punt respons eruit gaat, zodat het percentage van het draagvlak op 55% wordt. In beide zinnen. Goed. Dank u wel. Wie wenst het woord te voeren over dit agendapunt? Ja, mevrouw Jouwstra. Nou, wij kunnen alleen maar blij zijn met deze aanvulling van de wethouder, want we hebben een beetje ons hoofd erover gebroken en de stukken nogmaals een keer gelezen en nog eens een keer gelezen. De keuzenota was inderdaad gewoon gelukkig heel duidelijk hierin. Dus we zijn heel blij dat dit woord vervallen is, want het geeft voor ons inderdaad wel een stukje geruststelling. Maar wij willen nog wel even wat nader meegeven. Dat is dat juist in die keuzenota die voor punt 2 voor ligt aan ons, daar praten wij over een aangewezen gebied voor het tweede onderdeel. En dat is een gebied wat mogelijk uitgebreid zou worden zoals de tekening nu voor ons ligt. Wij vinden dat op zich jammer, want wij zijn als ProTiel zijn we gewoon tegenstander van de uitbreiding van de schilgebieden. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat bij klachten van de inwoners het toch erg belangrijk is dat we maatwerk gaan leveren. Dus we zijn ook heel erg benieuwd hoe de rest van de commissie hierin staat. Van de raad, bedoelt u? Maar. Wie verder? De heer Henning. Ja, voorzitter. Ja, ik heb het gelezen als wij in ieder geval kiezen voor optie 1. Dat wil zeggen dat wij alleen voor dit draagvlak gaan van een geruime meerderheid. Waarbij me wel aantekende dat het inderdaad een richtlijn moet zijn. Want nogmaals, op een gebied van 5 huizen of van 100 huizen, dat is toch nog wel verschil of je die 55% echt naar de letter hanteert. En verder willen wij toch ook nog altijd even benadrukken dat er wat ons betreft verschil is tussen schilparkeren, wat flankerend beleid is van onze betaald parkeerzones, en vergunning parkeren in situaties zoals bijvoorbeeld rondom het ziekenhuis. Ik zie dat toch meer als een vorm van buurtinitiatief en zal dan toch ook wat breder moeten worden ingestoken door de gemeente. Maar nogmaals, dat zijn opmerkingen bij de optie 1 en wij kunnen ons daar verder in vinden. Dank u wel. Wie verder is de man? Wie gaat ze? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. PvdA is blij met dit voorstel om te kijken naar een echte meerderheid. En PvdA zou er voorstander van zijn om de zonnebegrenzing los te laten. Want
ja, nu echt te maken hebben met een harde respons, om het zo maar te zeggen, weet je ook zeker dat, dat er een meerderheid in de straat moet zijn voordat het vergunning parkeren wordt ingevoerd. En dan maakt het wat ons betreft niet meer uit of dat nou rondom het centrum is of ergens anders in Tiel. Als de inwoners het willen, moeten we het gewoon gaan doen. Ik denk dat ik dezelfde opmerking heb als de heer Henning van D66, maar voor de zekerheid maak ik hem, omdat ik niet helemaal zeker weet of het gelijk is. Maar voorheen werd ook wel gekeken naar maatwerk. Hè. Is er in één gedeelte van de straat of van de wijk wel die meerderheid voor vergunning parkeren en het andere niet? Probeer het dan in dat gedeelte in te voeren. Zoek daarbij een beetje logische grenzen op. Daar zouden wij ook voor willen pleiten om dat te behouden. En verder zet nou de wijkgesprekken en het dagelijks contact met inwoners in om, als je het signaal hebt dat vergunning parkeren in een straat wellicht een oplossing zou zijn, om de vraag dan ook op te werpen van, goh, zou dat een oplossing zijn? Zodat de straat alvast met elkaar in gesprek gaat en in discussie gaat en dat je een hogere respons krijgt op de enquête die je uitzet. Dat wil ik alleen nog maar meegeven aan het college. Dank u wel. Wie verder in eerste termijn? Mevrouw Rodes van Gelderman. Ik weet niet of ik de heer Gades nou helemaal goed begrijp, maar wij zijn ook voor het voorstel dat er dus een meerderheid van de inwoners voorstander moet zijn. Maar wij hebben juist het idee dat het wel een redelijk gebied moet zijn waarin er vergunning parkeren komt en dat dus juist niet één straatje wel en het volgende straatje niet. Want dan krijg je dus een woud aan borden en dan weet de parkeerder niet meer waar nou wel en waar nou niet. En dan krijg je dus de overloop als in jouw stukje van de straat het wel mag en aan het einde van de straat niet. Dan weten we allemaal wat er gebeurt. Dus wij pleiten er juist voor dat als je de bewoners gaat vragen, pak dan een logisch gebiedje en niet het begin van de straat wel en het einde van de straat niet. Want dan denk ik dat er alleen maar problemen in de straat komen. Maar verder kunnen we ons vinden in het voorstel zoals het er ligt. Dat is de eerste optie, hè? Begrepen. Ja, de heer Sijpkes, daarna mevrouw Stoetenvlag. Dank u, voorzitter. Nou, wat al door de voorgaande fracties is aangegeven, daar kunnen wij ons ook in vinden. We staan achter de meerderheid uitgedrukt in het percentage van 55%. We hadden wat moeite met het toegevoegde kaartje, vandaar dat we ook achter het besluit punt 1 staan. En zou daarmee nog wel opmerken dat vergunning parkeren niet altijd de oplossing zou hoeven te zijn. Dat is ook al aangegeven burgerinitiatief, zoals nou rondom het ziekenhuis is gebeurd. Er zijn wellicht andere mogelijkheden om overlast in verband met parkeren op te lossen. Nou ja, rondom het ziekenhuis is dat een voorbeeld. Waar wij ook eigen inwoners van de wijk tot een oplossing zijn gekomen of naartoe gaan komen. Dus in dat opzicht hoeft dat dus niet altijd de oplossing te zijn voor het vergunning parkeren. Over de rest kunnen we hiermee instemmen. Dank u wel. Mevrouw Stoetenvlag. Dank u, voorzitter. Ja, ook wij kunnen instemmen met die optie van het draagvlak 55% en het vergunning parkeren. We hebben ook begrepen uit de commissie ruimte dat reactie op wat de heer Sijpkes zegt, dat het vergunning parkeren eigenlijk aan het eind van de ladder zit wat betreft de oplossingen voor het vergunning, voor het parkeerprobleem. We zitten wel even met, als je ook in andere gedeeltes dat vergunning parkeren krijgt, is dan wel voldoende afgedekt dat mantelzorgers of de gewone verzorgers van de zorgcentra of mensen die voor riolering ontstopping komen, die dicht bij de deur moeten zijn, dat daar ook de goede regeling voor zijn getroffen. Ja, dank u wel. De heer Van Baal. Ja, voorzitter. De VVD sluit zich graag aan bij de woorden van de heer Sijpkes. En kan ik instemmen natuurlijk met dit raadsvoorstel. Dank u wel. Kijk even, mevrouw Sonneveld. U gaat akkoord met optie 1 ook? Ja. Dat is wel handig om even te weten. Ja. Ja, we kunnen instemmen sowieso met een aantal dingen die vooraf al gezegd zijn. Voor ons blijft wel heel belangrijk dat vergunningsparkeren op dat moment ook inderdaad een oplossing is. En niet alleen een oplossing door middel van het kaartje, maar dat er ook inderdaad genoeg parkeerplekken zijn voor de mensen die de parkeerplekken nodig hebben. Dus inderdaad onderaan de ladder als oplossing en ja, ook de kosten daarvan gewoon in de gaten houden. Dank u wel, mevrouw Under.
Ook wij kunnen instemmen met het draagvlakprincipe en ook met 55%. Alleen ik heb wel een vraag over de opmerking van mevrouw Roders. En dan pak ik even specifiek het ziekenhuis, want dat is dan bijvoorbeeld één straat die erachter overlast heeft. Dus dan zou het logisch zijn om alleen in drie straat vergunning parkeren te doen. Dus wat blijft u dan voor om bijvoorbeeld een hele wijk dan erbij te pakken? Of alleen inderdaad die straat waar echt overlast is? Dat even scherp voor mezelf. Mevrouw Roders van Geldermalsen. Nou, het lijkt mij dus als je één straat pakt, welke straat dat nou is, of dat nou bij het ziekenhuis is of ergens anders, dan mag je daar dus niet meer parkeren en dan pakken ze dus de volgende straat. Dus dan zal je toch een logisch gebiedje moeten pakken, lijkt mij. Want dan wordt de overlast alleen maar groter in de andere straten. En dat is denk ik niet de bedoeling van wat we hier proberen te bereiken. Nee, ik snap het. Alleen als er geen vraag is vanuit een andere wijk, dan ga je iets opdringen aan mensen die het niet willen misschien. Dus daar zit ik een beetje zelf mee. Nou, dat denk ik dus niet, want we hebben net afgesproken dat we voor 55% gaan. Dus als die hele buurt of dat deel bevraagd wordt, dan mag je aannemen dat dan misschien 55 of dat er minder dan 55% van de mensen voorstemmen. En dan gaat het dus niet door. Dank u wel. Ik kijk even naar de fractie PvdB, mevrouw Verhoekstekker. Dank u wel, voorzitter. Nou, wij zijn voor beide niet, want wij zijn geen voorstander voor uitbreiding van vergunning parkeren buiten de schil. Oké, okay, ik zit even te kijken naar de precieze formulering van het besluit, maar u bent ook niet voor de raad aangewezen naar het gebied. Is het gewoon het huidige gebied? Of niet? Kijk even naar mevrouw Jouwstra, want u was benieuwd naar de rest. Ja, wij zaten daar ook een beetje mee, omdat zoals PvdB al een beetje aangeeft, wij ook heel erg zitten, we willen het gebied niet zomaar uitbreiden. Maar wij begrijpen ook heel goed dat als je het kaartje bekijkt, dat er bepaalde straten zijn, inderdaad direct grenzend aan die gebieden, die nu inderdaad gewoon al wat overlast geven bij bewoners. Juist om het feit van, wat net ook genoemd wordt, je eigenlijk een verschuiving krijgt, een verdringing. In één straat is het ingevoerd, mensen gaan de straat verder parkeren en dan krijg je daar weer problemen. Dus in eerste instantie zeggen wij ook inderdaad gewoon van, niet uitbreiden van het schilgebied, maar we snappen ook heel goed dat er goed gekeken moet worden naar maatwerk. En dan denk ik dat de oplossing die al een beetje aangegeven wordt door twee partijen is, ga met de mensen in gesprek. Ga kijken inderdaad of je daar tot oplossingen kunt komen door gewoon individueel op dat moment te kijken van wat kunnen we er aan oplossen. Daar voelen we meer voor dan het uitbreiden van het schilgebied. Dus wat ons betreft is het bij de keuzenoten in ieder geval het draagvlakprincipe. Dat is gewoon voor ons helder, maar niet de uitbreiding van het gebied. Dank u wel. Dan kijk ik even naar wethouder Melis. Je had toch één vraag gekregen van mevrouw Stoetervlag, volgens mij. Ik hoor net dat ik ook opgenomen moet worden. Ja. En als we het dan toch over het ziekenhuis hebben, dan is het maar de vraag waar we het dan over hebben. Ja. Maar even op de vraag van ChristenUnie Integraande Mantelzorgers. Ja, op dit moment kunnen zij ook een vergunning aanvragen. Dus in principe is dat opgelost. Dan wil ik toch even op één ding ingaan, dat is het maatwerk. Want ik denk wel dat het heel goed is om te beseffen dat op het moment dat we dit instrument hebben, dat nog steeds de intentie is natuurlijk om met de mensen dat gesprek te voeren. Om te kijken van, ja, wat is precies het probleem en welk probleem moeten we dus oplossen met welke maatregelen. Ik denk dat dat wel essentieel is. Bij het ziekenhuis vind ik dan toch wel een goed voorbeeld. Daar hebben we ook een gesprek gevoerd met elkaar. En dan zie je dus dat we door en je richting een keer in te voeren en wel ergens een stukje vergunning parkeren in te voeren, dat we daar redelijk naar die oplossingen toe zijn gekomen. En ook nu met het gesprek met het ziekenhuis echt naar de oplossing toe gaan, waar de mensen ook blij mee zijn. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is om te zeggen dat de intentie is op grond van het gesprek het probleem oplossen en kiezen voor met de juiste maatregelen. Ik denk dat dat de intentie is.
Ja, dat is het. Dank u wel, mevrouw Soeterslag. Dat is maar een deel van mijn vraag beantwoord. Want ik had het ook over dienstverleningsbedrijven die her en der in de stad moeten zijn. En die kunnen niet voor één plek een vergunning aanvragen. Of het loopt heel erg in de papieren. Ja, dat is, vind ik wel. Kijk, bedrijven kunnen een vergunning aanvragen. En dat zit inderdaad dat ze voor een hele stad aan kunnen vragen. Dat is zo. Dus die zijn duurder. Dat is ook zo. De vraag is wat gaat in de papieren lopen. Dat is een ingewikkelde discussie, denk ik. Want volgens mij, ik weet het bedrag niet uit mijn hoofd, maar wat is, ja, dat weet ik niet. Maar ik denk ook eerlijk gezegd dat deze vraag, die had ik dan liever in de commissie gehad. Dan hadden we daar nu wat scherper over kunnen hebben met elkaar. Het is wel zo dat het bedrijf niet failliet gaat door de prijs van die vergunning. Dank u wel. Volgens mij kunnen we tot besluitvorming overgaan. En als dat het inderdaad het geval is, dan concludeer ik dat de fracties van ProTiel en PvdB geacht hebben te hebben tegengestemd. En de overige fracties voor het voorstel stemmen en ook voor optie 1. Is die conclusie juist? Is het voorstel aangenomen? Dan komen we bij de aanpak overdracht beheer speelplekken in combinatie met participatie. En gelet op de behandeling in de commissie lijkt me het meest logisch te beginnen met de fractie van de PvdB. Mevrouw Kreuk. Ja, we hebben het in de commissie al aangegeven. Wij kunnen ons niet vinden in dit stuk. Leefbaarheid maak je samen. En Tiel staat voor een stad waar het fijn wonen is voor jong en oud. En daar horen speelplekken voor jongeren gewoon bij. Wij vinden het met elkaar belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen. En daar maken we ook beleid op. We willen overgewicht tegengaan. Ook daar maken we beleid op of hebben we beleid op. Ook jongerenontmoetingsplaatsen maken onderdeel van het beleid in de gemeente Tiel. Er is afgelopen jaar ook heel veel geld geïnvesteerd in deze speelplekken voor de jeugd. En dat vinden wij ook nodig. Jobs, de jongerenontmoetingsplaatsen, speelplaatsen, het waterplein. Er is tonnen geïnvesteerd. Als ouders deze plekken in onderhoud niet overnemen, verdwijnen deze speeltuinen of plaatsen. Nu dit voorstel aannemen, zien we dan ook als een desinvestering van hetgeen wat we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. En er wordt al zoveel gevraagd van burgers. Mantelzorg, buurtpreventie, aanpak van zwerfvuil, het beheer van het wijkcentrum. Het houdt het ook een keertje op voor de burger. Een veilige speelplaats voor kinderen in een wijk vinden wij een basisbehoefte. Natuurlijk kan je daarin samenwerken met de burgers. Leefbaarheid maak je ook samen. Ik zei het net al. Burgerparticipatie doe je samen. En wij kunnen dit niet anders zien als een ordinaire bezuiniging. Maar liefst 82% van het budget wordt geschrapt. En dat vinden we niet realistisch. Wij kunnen ons dan ook niet vinden in het voorstel om de kosten voor 2017 ook nog een keer te dekken uit het beoogde uitbreiding van de wijkbudgetten. Wij vinden dat ook niet uit te leggen richting de burger. Er wordt geïnvesteerd in van alles en nog wat. In een prachtig gemeentehuis, 4,5 miljoen. In een prachtig nieuw gebouw voor het Lingencollege, bijna 20 miljoen. Er wordt zoveel geld uitgegeven en we vinden dat dit echt een basisbehoefte is waarin wel samengewerkt moet worden, maar deze bezuinigingsronde of terugdringen van dit budget met 82% vinden we echt veel te groot. Mevrouw Sonstok, de interruptie. Het was al bij het moment dat mevrouw Kreuk aangaf dat dit nog eens een keer extra uit het budget voor het wijkbudget wordt gehaald, maar dat is niet correct. Die ton komt daar bovenop, dat hebben we ook in de commissie nog eens een keer extra gevraagd aan het college. Dus het is niet zo dat het van het wijkbudget wordt afgehaald. Dat wil ik toch even rechtzetten. Mevrouw Kreuk Wilderman. Nou, ik heb begrepen dat die ton komt uit het budget wat de coalitie heeft vrijgemaakt voor burgerparticipatie. En daar staat volgens mij ook een ton voor. Dus dat is dan ook direct op. Dank u wel. Wie verder in eerste termijn? Mevrouw Soeterslag. Nou, in de commissie waren wij volgens mij ook wel vrij helder dat wij sceptisch waren over dit,
dit plan. Op zich het plan van aanpak, als je gaat richting participatie, daar kunnen wij wel mee instemmen. Maar niet de bezuinigingsopgave die daaraan kleeft. Dat hebben we ook duidelijk aangegeven met de discussie die eerder in 2014 heeft gespeeld en met het bloesemakkoord, dat we hebben gezegd, we zijn niet akkoord met die bezuinigingsopgave. We vragen ons ook af of er genoeg draagvlak is. We hebben geen antwoord op wat de wijkregisseurs constateren. Ook de vraag hebben we ook al in de commissie gesteld, hoe om te gaan met plekken waar buitenspelen bevorderen wel gewenst is, maar waar het niet door de buurt wordt opgepakt. Bovendien kan het ook leiden tot kapitaalvernietiging. Bij uitbesteding zouden ook wel eens hogere kosten kunnen ontstaan door noodzakelijke vervanging of intensief onderhoud. Er is ook heel veel verschil in spreiding door de gemeente. Rekening houden met de specifieke kenmerken van een wijk. Er staat op, ook de kanttekening over de doorgevoerde bezuiniging en de haalbaarheid van de punten uit het speelbeleidsplan. Je hebt bijvoorbeeld een minimale benodigde omvang van een job. Nou, een job is heel wat anders dan een speeltuintje met een wipkip. Dus er zitten best hele verschillende dingen ook aan, ook voor die je dan van de inwoners vraagt. Had ik daar nog meer op? Ja, en bovendien, die bezuiniging van 82% hebben we in de commissie ook al gezegd, die is gewoon volkomen irreëel, ook als je het gaat vergelijken met andere gemeentes die hier genoemd zijn. Nou, Geldermalsen had sowieso niet de insteek van een bezuiniging, en die optie heeft dan ook bij ons de voorkeur. Deventer die heeft in totaal 380 speelplekken, waarvan er nog 285 bij de gemeente blijven. Dat is behoorlijk aantal. En Weidemeren heeft een bezuiniging van 37% gerealiseerd. Dus denk ik dat het totaal uitverhouding is. Dank u wel. Hier verder heeft mij mevrouw Unde. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik luisterde vanmiddag onder het werken door naar de algemene politieke beschouwingen. Een mooi schouwspel altijd. Eén zin door de heer Buma. Ik ben niet vaak eens met CDA, maar in dit geval wel. Sprong eruit en dat ging over participatie. En deze luidde, participatiemaatschappij is schaamlab voor bezuinigingen. En dit plan van aanpak en deze bezuiniging is precies in dat kader te plaatsen. Teleurstellend dat de Raad dit wil doorzetten. We zijn niet eens met de bezuinigingen en ook niet met deze plan van aanpak. We willen zelfs het woordje participatie uit de plan van aanpak, want het gaat niet om participatie. Het gaat erom over hoe snel kunnen we iets over de schutting heen plaatsen. En het heeft heel veel gevolgen die we nog niet eens overzien. Gevolgen zoals wijken die verloederd gaan raken omdat speelplekken gaan verdwijnen. Kinderen die geen speelplekken hebben in hun wijk en daardoor ook sociale contacten mislopen. We hebben het over overgewicht gehad. En ik vraag me af wat het kostenplaatje aan het einde gaat worden. We willen een bezuiniging, maar ik ben bang dat het ons zelfs meer gaat kosten, omdat we de veiligheid nog moeten garanderen. Waarom trekken we gewoon niet een aantal jaar hiervoor uit, zoals in Geldermalsen? Dan kan je zeggen, we steken er geen geld in, maar we geven onszelf 5 jaar, 6 jaar om het echt samen met de burgers te gaan doen, in plaats van nu te gaan zeggen, alsjeblieft, dan zoek het maar uit over een jaar. Dank u wel. U verder in eerste termijn. Ja, de heer Smits. Dank u wel, voorzitter. Toen ik vanmiddag voorbij de speeltuin de Mees reed, omdat ik een boodschapje had gedaan bij de plaatselijke supermarkt, was ik trots. Het zag er nog helemaal tiptop uit waar de bewoners, leden van de ronde tafel, de wijkregisseurs en ikzelf zo hard aan hebben gewerkt. De wijkregisseurs geven op 18 november 2015 op de site van de speeltuin de Mees prachtig resultaat. Iedere keer als ik er langskom, ben ik er trots op dat ik hieraan een steentje heb kunnen bijdragen. Speeltuin Nerijndelaan is ook zo'n mooi voorbeeld hoe burgerparticipatie gewoon werkt. Door bewoners te laten participeren en verantwoordelijk te maken voor een wijk, en in dit kader de lokale speeltuin, creëer je een gevoel van saamhorigheid, leren de mensen uit de buurt elkaar beter kennen en maken de mensen in de buurt trots op wat ze samen bereikt hebben. Bovendien wordt de sociale controle verhoogd op hetgeen wat samen is opgebouwd. De VVD heeft daarom het volste vertrouwen in onze bewoners dat dit goed opgepakt gaat worden. De VVD stemt dus in met deze beslispunten. Dank u wel. De heer Henning. Ja, ik denk ik start me maar even aan bij mijn collega van de VVD. Want ja, 3 van de 4 argumenten zijn er al voorbij gekomen.
Wij kunnen ons dus ook vinden in dit stuk. Het is een lastig onderwerp om mensen te verleiden, zoals wij het zouden willen noemen, om initiatief te nemen. Maar soms komt het al spontaan. Waar ik met name nog wel even op wil wijzen, is dat natuurlijk ook dit van belang is. Omdat, ja, ik merk dat zelf ook, de speelplaatsen waar ik vroeger met mijn eigen kinderen kwam, daar ben ik een aantal jaren niet geweest. En nu kom ik er met mijn kleinkinderen. En ik zie ook dat die dingen dus periodiek wel of niet gebruikt gaan worden. Dus het hoort echt thuis in de buurt. De buurt verandert in de loop van de tijd. En ook daarop moet je aanpassen. Ik wil nog niet meteen zeggen dat er dan voor senioren nog meteen iets achteraan moet. En het job, ertussenin. Maar levensloopbestendig maken is, vind ik, wel iets wat helemaal in die buurt thuis hoort. Daar wil ik het even belaten. Dank u wel, mevrouw Sonstork. Ja, dank u wel, voorzitter. De voorgaande sprekers, de heer Smit en de heer Henning, hebben ook al een aantal dingen gezegd waar wij als CDA ons van harte kunnen aansluiten. Het past in het concept burgerparticipatie om meer taken door de gemeente over te dragen richting inwoners. Zij weten vaak, en meneer Henning refereert er ook al aan, het beste wat er in het veld, wat er speelt en wat er nodig is en wat de behoefte is met betrekking tot speelplaatsen of misschien op latere leeftijd een beweegtuin, meneer Henning, dat zou ook nog kunnen. Daarbij is het algemeen van belang voor het goed slagen van participatie van bewoners dat de spelregels wel duidelijk geformuleerd gaan worden. En dat we met elkaar in gesprek gaan en vastleggen wat daar is uitgekomen. Natuurlijk ook met elkaar gaan nakomen. Kijkend naar het plan van aanpak kunnen wij zeggen dat het plan voldoet aan de destijds vastgestelde motie die we als CDA hebben ingediend en die er bijna raadspleet is aangenomen. De inspanning om de verantwoordelijkheden en de rol van de inwoners en de gemeente, wat wordt van beide partijen verwacht bij het proces te bespreken en uiteindelijk goed vast te leggen, is hier ook van belang. Communicatie is noodzakelijk, want we kunnen het, zoals mevrouw Under al aangaf, niet zomaar over de schutting gooien. Het wordt wel degelijk met elkaar, samen met elkaar. Dank u wel. Mevrouw Rodes van Gelderlandse. Wij kunnen ons voegen bij de vorige sprekers. Wij zijn voor het voorstel zoals het er nu ligt. Er ligt een plan wat goed doordacht is en mogelijkheden biedt om het ook werkelijk tot stand te brengen. Er is goed over nagedacht. Er is natuurlijk koudwatervrees en die is er ook bij ons. Ik heb ook wel een beetje twijfels of ook werkelijk de bezuiniging die beoogd is gehaald gaat worden. Want het werd net al gezegd, het is een soort voortdurend proces. Nu wil je iets voor kleine kinderen en dan wil je iets voor grotere kinderen. Dus ik twijfel wel of die bezuiniging ook werkelijk gehaald gaat worden. Maar ik denk dat we het ook maar gewoon eens moeten proberen en het goed monitoren en dan eventueel bijsturen waar het misgaat. Maar wij zijn voorstander en ik zou alleen nog aandacht willen vragen voor het onderhoud. Dat ligt, begreep ik, ligt buiten, dat ligt bij de AFRI. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat de openbare ruimte rond zo'n speelplaats, dat die ook netjes blijft en goed onderhouden wordt, zodat het ook uitdagend is om er naartoe te gaan en dat het niet een soort vuilnisbeltje wordt. Dank u wel, mevrouw Stoetenvlagger, nog een interruptie. Ja, ik hoorde de voorstanders van de participatie, en dat zijn wij ook, dat zei ik ook duidelijk waar dat kan. Maar ik hoor niemand ingaan, behalve mevrouw Rodes enigszins, op de kans dat die bezuiniging dan slaagt. Want het is prima om dat te doen en het maatwerk te leveren en op draagvlak en u vraagt en wij kunnen dan draaien. Dat zou mooi zijn. Maar het probleem zit hem juist in die bezuiniging. En ik heb ook niemand gehoord op de reactie van waar de participatie niet van komt. Dan gaan we terug naar die basisaanpak en er verdwijnen de plekken. Mevrouw Sonstolk. Ik hoor ook wat mevrouw Stoetenvlag zegt, maar daarmee sluit ik me toch aan bij mevrouw Rodes. We moeten ergens beginnen. En ik denk dat het heel verstandig is om dat met dit plan van aanpak gewoon te gaan doen. En met elkaar te kijken en ook het vertrouwen te hebben in de inwoners die dat dan gezamenlijk kunnen oppakken. Wij vertrouwen daar echt volledig in. Dank u wel. Mevrouw Kreuk-Wilderman. We hebben het hier over 87 speelplekken. Verspreid over een doelgroep van 0 tot en met 12 plus hier in Tiel. We hadden een budget van rond de 200.000 euro. Dat gaat nu terug naar 37.000 euro. We gebruiken blijkbaar 100.000 euro om de inwoners te helpen met het opzetten
van een systeem om een speeltuin te kunnen onderhouden. Stichtingen, advies, weet ik veel wat allemaal. Er wordt van alles opgetuigd om die mensen te helpen. Die mensen worden ook opgeleid, krijgen tips mee. Als die mensen het speeltuintje van 0 tot 4 jaar hebben beheerd en hun kinderen zijn ouder dan 4 jaar, dan zal je zien dat die ouders doorgaan naar een volgende plek. En er dienen zich nieuwe ouders aan. Dus het is een voortdurend proces om mensen te begeleiden in het onderhouden van die speeltuin. Dus alleen met die 100.000 euro gaan we het echt niet redden. We hebben er ook geen dekking voor na volgend jaar. Na volgend jaar is er geen dekking om nog mensen daarin te begeleiden. Dan hebben we alleen nog maar die 37.000 euro over. Ik ben het met mevrouw Stoeten eens die zegt van burgerparticipatie ja, maar niet zo rigoureus als op deze manier. Dank u wel. Mevrouw Roos van Gandermans, van de Raad, heer Van Beek. Ik begrijp de angst, maar ik denk dat we ook wel een beetje vertrouwen moeten hebben in onze eigen inwoners. Want kijk naar sportverenigingen en allerlei andere verenigingen. Die werken op eenzelfde manier. Daar zit een bestuur of een groep vrijwilligers en dat is een soort voortdurend proces. En dan zie je ook wel eens het dipt en dan is het even moeilijk en dan wordt het weer uit slop getrokken. En ik denk dat dit iets vergelijkbaars gaat worden. Maar zeker in het begin is er natuurlijk geld nodig om die boel op gang te krijgen. En dan hoop je dat het een soort vliegwiel wordt wat zichzelf in stand houdt. Meneer Van Beek. Ja, voorzitter, laat ik beginnen even met de opmerking dat de 100.000 euro die wij beoogd hebben om in het wijkbudget neer te zetten, dat dat gewoon een structureel budget is en dat daar gewoon ook in lange termijn voor deze speeltuinen gebruik van gemaakt kan worden. Ja, voorzitter, er is veel koudwatervrees en dat begrijp ik. Tegelijkertijd moeten we zeker bij dit onderwerp ook begrijpen dat de gemeente niet over één dag ijs is gegaan. We hebben hier al een aantal keer mee proef gedraaid. Ik heb het eerdere insprekers of eerdere mensen ook al horen zeggen. We hebben proef gedraaid onder andere bij de Nierijnenlaan. Daar is in onze fractie ook heel veel ervaring mee. Er zijn dingen goed gegaan, er zijn ook dingen misgegaan. Daar sluiten we onze ogen ook echt niet voor. Maar als ik kijk naar het plan van aanpak, dan zijn juist van de dingen die daar misgegaan zijn, is er heel duidelijk neergezet. Daar moeten we op gaan letten. We moeten burgers op een goede manier gaan betrekken. En we moeten er ook voor zorgen dat we dus onze eigen valkuilen op een goede manier weten te counteren. Ja, voorzitter, de Partij van de Arbeid kan, gezien het plan dat er nou voor ons ligt, gewoon goed met dit plan instemmen, omdat het voldoet aan onze ambitie voor burgerparticipatie. Het is een solide plan. Het kijkt goed achterom om te kijken waar we al eerder ervaringen mee hebben opgedaan. En we gaan ook nog volgend jaar met z'n allen evalueren hoe het nou is verlopen allemaal. En op dat moment kunnen we met z'n allen kijken hoe is het nou gegaan en op welke wijze willen we hier ook na 2017 mee verder. Wij hebben daar vertrouwen in. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar de fractie mevrouw Sonneveld. Dank u, voorzitter. Het idee van een plan van aanpak, super. Want juist dat stukje over één nacht ijs gaan en dat je dat dus niet doet, is gewoon heel erg verstandig. Terugkijkend echter zie ik ook in wat er in de afgelopen maanden en jaren gebeurd is in dit land, dat we heel erg goed zijn in het heel snel vernietigen van wat er is. En het vervolgens ontzettend moeilijk is om iets weer op te bouwen. Dus waarom niet meer tijd nemen, misschien iets meer projecten, proefprojecten gaan uitrollen en niet in één klap zeggen, jongens, zo gaan we het doen, doen jullie het niet. Want het staat heel mooi in het stuk, overleg is participatie. Vind ik wel heel kort door de bocht. Overleg kan een start van participatie zijn. Dan ga je namelijk overleggen of je samen dingen kunt gaan regelen. Op het moment dat dat niet kan in een wijk, er zijn geen mogelijkheden voor, er zijn geen mensen voor of men wil gewoon domweg niet, gaat dat uitdraaien op het verdwijnen van speelplekken. Die kinderen willen wel ergens heen. Die gaan naar een andere wijk. De heer Van Beek, de interruptie.
Ja, voorzitter. Als we het over burgerparticipatie hebben, zijn we al heel snel geneigd om te gaan kijken wat gebeurt er op het moment dat de burger dit niet oppakt. Wij zijn toch echt geneigd om eerst te gaan kijken, laten we nou eens kijken wat we wel voor elkaar gaan krijgen. En laten we nou eerst eens kijken hoe dit project opgezet gaat worden. En om nou meteen al te gaan zeggen, dit gaat mis op het moment dat burgers daar niet in willen stappen. Ik vind dat wel heel vroeg gezegd. Laten we nou eerst dit project gaan uitvoeren. Laten we in 2017 gaan kijken hoe het allemaal gelopen is. En op dat moment kunnen we alsnog proberen om bij te sturen waar dat nodig is. Die mogelijkheden hebben we. Dat staat ook gewoon in het plan. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp de koudwatervrees, maar ik denk dat die in dit geval onnodig is. Mevrouw Undert, interruptie. Ik krijg als bij het woord burgerparticipatie het gevoel dat de Raad denkt, we hebben een bezuiniging, we douwen het op de burgers neer en dat is burgerparticipatie. Dat gevoel krijg ik en dat is absoluut niet wat GroenLinks onder burgerparticipatie bestaat. Burgerparticipatie moet gedragen worden vanuit de samenleving zelf. Mensen moeten het zelf willen en niet dat wij zeggen, sorry, we gaan een bezuiniging en dan pak je het op, dat is burgerparticipatie, pak je het niet op, dan is het doei. Dat is geen burgerparticipatie. En ik frustreer me eraan dat het wel gebruikt wordt constant hier in het gremium als burgerparticipatie. Het is gewoon een bezuinigingstaak. Wij willen kortweg gewoon klaar, 100.000 euro bezuinigen, bam, houd op. En dat is geen burgerparticipatie. Dank u wel. Mevrouw Sonneveld wil dan reageren. Nou, ik wil eigenlijk eerst gewoon even door. Want ik had het over die speelplekken die zouden verdwijnen. Wat gebeurt er dan vervolgens met kinderen die naar een andere wijk gaan? Mogen ze daar dan spelen of wordt daar geroepen? Nee, het is onze speelplek. Jullie moeten hier weg. Dat is volgens mij niet het stukje participatie wat we zouden willen. Koudwatervrees, ja, in zekere zin wel. En ik denk ook niet dat die heel gek is. Dus kortom, initiatief... Prima. Idee als wijken willen, als buurten willen, graag zelfs. Want natuurlijk zitten ze er korter op, weten ze beter wat er speelt, weten ze beter wat er nodig is. Daar ben ik absoluut voor. Maar het mag geen moeten zijn. Dank u wel. Ik kijk even naar de fractie van ProTiel. Mevrouw Joustra. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen ons eigenlijk volledig aansluiten bij het voorstel. We beseffen ook inderdaad dat het in het verleden inderdaad heel anders is geweest. Maar wij vinden ook van dat het toch duidelijk is in deze moeilijkere tijden hoe graag we het de kleine inwoners van Tiel ook gunnen. Maar dat wij als overheid niet meer voor alles kunnen zorgen. Helaas zijn de tijden veranderd. De bomen groeien niet meer tot in de hemel. En wij vinden het zeker de moeite waard om dit proces in te gaan. En inderdaad gewoon te kijken om samen met de inwoners een start te maken en het in 2017 te evalueren. Dank u wel. We zijn bij het einde van de eerste termijn gekomen. Het woord is aan wethouder Melissen. Of heeft u nog behoefte om te reageren? Kijk wat verbaasd. Nou, ik zou geen vragen gesteld, dus ze zou reageren op aan. Nou, als u het niet hoeft, dan is het ook goed. Dan komen we aan de tweede termijn. Heeft u nog behoefte aan de tweede termijn? Of kunnen we naar besluitvorming toe? Dan constateer ik dat... het voorstel is aangenomen met in achtname van tegenstemmen van fractie PvdB, ChristenUnie, GroenLinks en Sociaal Tiel. Tot de juiste conclusie? Het voorstel aangenomen. Dan komen we bij het concept uitvoeringsprogramma 2010-2020 regio Rivierenland. Op zoek van de onder andere de heer Van Galen geagendeerd. Dus ik geef u als eerste het woord. Dank u wel, voorzitter. Het uitvoeringsprogramma regio Rivierenland. Laten agenderen omdat het sluitstuk is, zou je kunnen zeggen, van een lang traject. En gelijktijdig ook een begindocument van wellicht ook nog een lang traject. We hebben het ambitiedocument met de speerpunten. We hebben gezien dat de inbreng van Tiel in het uiteindelijke document tot een aantal veranderingen gebracht, geleid heeft. Nou, dat is heel erg positief. Dat Tiel in de regio en in de ontwikkeling daar zijn invloed in kan hebben, zien we hier duidelijk terug. Nu is er een uitvoeringsprogramma. Het is het begin, nog sumier naar ons idee. Her en der wordt er over communicatie gesproken. Wij hebben gepleit voor het toevoegen van een communicatieparagraaf overal. Om echt duidelijk het uitvoeringsprogramma over het voetlicht te brengen bij onze regio burgers. Communicatie dus een belangrijk
speerpunt rondom al deze projecten. En dat brengt mij meteen bij een vraag. Waar kunnen burgers eigenlijk terecht met ideeën voor de regio op al deze speerpunten? Want we willen graag dat ze daaraan meedoen. Rapportage wordt gevraagd hoe dat zou moeten. Nou, wat ons betreft is een jaarlijkse rapportage prima. Maar ook daarin zou het goed zijn als in die rapportage niet alleen gesproken wordt over de doelen, over de opbrengsten, et cetera, maar ook echt tastbaar, zichtbaar gemaakt wordt waarom het goed is voor onze inwoners. Zodat mensen zich erin kunnen herkennen. Wat we in de commissie gezegd hebben, verwachten we bij die eerste rapportage ook een aanscherping van de doelen en de opbrengsten, want dat loopt nu nog door elkaar heen. In de brief van de regio wordt gevraagd in te stemmen met de ambtelijke inzet. Die vraag is aan het college gesteld, we hebben daar geen moeite mee. Maar we willen wel vanuit het college na die rapportage eerste periode verantwoording van die inzet. En ook, want dat komt ook wel eens aan de orde, ten koste van wat het dan gegaan is. Waar die inzet binnen de ambtelijke organisatie dan niet naartoe gegaan is. De laatste opmerking inhoudelijk is betreft het verwantschap met de Gelderse Corridor. Ik heb begrepen dat in september een prachtige maand is waarin Gelderse wethouders uit de regio Rivierenland, maar ook degenen die bij de corridor horen, bij elkaar komen om te kijken wat zou de vervolgstap moeten zijn. Een van de vervolgstappen is natuurlijk hoe gaan we dit allemaal financieren. De lopende bestaande projecten moeten uit bestaande middelen, maar nieuwe zaken, daar moet nieuw geld voor aangetrokken worden. En ik ben benieuwd hoe creatief ze daar in die bijeenkomst in september al in geweest zijn en wat dat al aan creatieve ideeën heeft opgeleverd, anders dan ook bijvoorbeeld het regionale ontwikkelfonds. En tenslotte, voorzitter, op 13 oktober vergadert het algemeen bestuur van de regio. Dan wordt het uitvoeringsprogramma vastgesteld en wij zijn benieuwd, omdat er niet met de zienswijze en dat soort zaken gewerkt wordt, wat onze AB-vertegenwoordiger in die vergadering namens Tiel gaat inbrengen. Dank u wel. Wie verder heeft er mij? De heer Henning. Ja, ik wil me hier denk ik in grote lijnen bij aansluiten. In eerste plaats kunnen wij met de beslispunt instemmen. Ook de jaarlijkse rapportage vinden wij voor het formele rapportage voldoende. Maar waar de heer Van Gaal ook al om vroeg is om de bevolking mee te nemen. Maar waar ik ook echt op aan wil dringen is dat u en de andere portefeuilles ook echt de raad meenemen. Informeer ons waar mogelijk over de voortgang, over de dingen die besproken zijn. Dat mag van mij betreft informeel bij de commissies. Het mag ook formeel in dit soort platforms. Ik hou me aanbevolen voor echt zoveel mogelijk informatie wat er gebeurt aan de hand van dit ambitiedocument. Dank u wel. Wie verder in eerste termijn? De heer Sijpkes. Dank u, voorzitter. Ook wij kunnen instemmen met de besluitpunten. Vorige week vond er een bijeenkomst plaats voor raadsleden in Opheusden. In het kader ook van de ontwikkeling in de regio Rivierenland. Een zinvolle bijeenkomst waar ook heel veel informatie gedeeld is. Ik heb een aantal van u ook daar gezien. Ik denk dat dat ook bij uitstek bijeenkomsten zijn om informatie te vergaren, maar ook met andere raadsleden, andere gemeenten te delen. Dat voedt ook meer van, we zijn één regio. We moeten soms wel eens over onze eigen schaduw van een gemeente heen stappen. We zijn blij met het ambitiedocument. Wat we daarin nog wel missen is een overkoepelend statement in de zin, zoals we dat ook zien bij de regio Eindhoven, die zich de slimste regio van Europa hebben gegeven. In februari van dit jaar hebben we in deze zaal ook gesproken over een zienswijze richting de regio met betrekking tot de speerpunten, waarbij we ook een amendement hebben ingediend met betrekking tot het geven van een kapstok, een overkoepelende visie, een statement waarin staat van hoe zien we deze regio? En toen hebben we gezegd, het is de regio met de groene logistiek. Dat missen we nu een beetje in deze communicatie. Het zou goed zijn als dat toch nog in de komende jaren opgepakt wordt. En die behoefte leeft ook, heb ik begrepen vorige week, bij andere gemeentes en andere raadsleden. Dus het is een oproep ook om daar iets mee te doen. Want dat kan je echt naar ons idee de regio profileren in één one-liner. En we zeggen ook, een speerpunt is geen visie, geen overkoepelende kapstok, geen paraplu waar iets aan ophangt.
Vandaar de oproep om daar eens dat verder op te pakken en tot uitdrukking te laten komen. Dank u wel. Wie verder in de eerste termijn? Ja, de heer Van Gurp. Tijdens regionale raadsbijeenkomsten, er werd er net al aan gerefereerd, is een aantal keren naar voren gekomen dat het van belang is om in ieder geval met een focus een aantal zaken te bekijken. Met het uitvoeringsprogramma wat voor ligt, wat natuurlijk gekoppeld is aan het ambitiedocument, proberen we in heel veel gevallen iedereen tevreden te houden. Met als gevolg dat er redelijk wat doelstellingen zijn geformuleerd en we op redelijk veel punten zouden willen insteken. We hebben ook meegekregen dat het heel erg van belang is om een focus te hebben met een scherpe ambitieomschrijving. Daar werd er net ook al door het CDA aan gerefereerd. Wat wij in ieder geval zouden willen meegeven richting de regio, als dat dan toch een Tielse inbreng mag zijn, zorg ervoor dat die omschrijving helder is. En wij zouden ons kunnen vinden in bijvoorbeeld de meest duurzame agrologistiek. Om het daaraan op te hangen, zodat er meer focus komt op het geheel. We kunnen instemmen met het concept uitvoeringsprogramma. En zeker ook met de jaarlijkse rapportage. En omdat de voorzitter van de regio ook aanwezig is, lijkt het ons met betrekking tot de rapportages niet alleen belangrijk om dat jaarlijks te doen. De heer Henning refereerde er net aan om meegenomen te worden. Wij zouden ervoor willen pleiten om dat niet alleen hier te doen, maar bij alle aangesloten gemeenten, alle deelnemende gemeenten, en ze allemaal op dezelfde wijze te informeren. Omdat ook blijkt dat lang niet iedereen dezelfde mate van informatie heeft. En dat kan af en toe best onhandig zijn. Ook in gesprekken die je hebt met collega's in de regio. Dank u wel. DB neemt kennis van alle opmerkingen vanavond. Maar de wethouder gaat antwoorden zo. Zijn er andere opmerkingen in de eerste termijn? Dat is niet het geval. Dan is het woord aan wethouder Verspuijen namens het college. Voorzitter, dank u wel. In de commissie bestuur hebben we inderdaad al uitgebreid stilgestaan bij dit agendapunt. En zijn de nodige opmerkingen gemaakt om mee te nemen naar de AB-vergadering die komt. Resumerend de inbreng van het AB-lid, uw AB-lid, in die vergadering, is dat het AB-lid vanuit Tiel gaat pleiten dat de jaarlijkse rapportage moet gebeuren vanuit het perspectief van de inwoner en de ondernemer. Wat is die opgeschoten met het uitvoeringsprogramma? Dat is belangrijk. Los van de rapportage ook aandacht besteden aan communicatie, participatie. Onder andere voor een begrijpelijke en toegankelijke informatie op de website. Ook daar is aandacht voor gevraagd tijdens de commissie. En ook om succes te delen. Wees trots, ga mee de boer op enzovoort. Er is ook gezegd van de Achterhoek heeft een naam, maar wij maken het straks waar en nemen die naam over. Grotere projecten zouden dus vaker gerapporteerd moeten worden, maar dat zou dan via de vakcommissie gebeuren. Bijvoorbeeld bij de lobby van de A15, zoals dat nu ook plaatsvindt. En maak aan de voorkant duidelijk welk resultaat je wil behalen. En nu lopen die in de programma doelen en opbrengsten en resultaten wat door elkaar heen. En betrek raden er zoveel mogelijk bij. En een aanvulling op de heer Van Gurp is dat handig om in ieder geval ook één keer per jaar die regionale bijeenkomst houden. Mijn gevoel is dat dat vaker zal gebeuren, maar in ieder geval één keer per jaar. En dan die, noem het maar de Wageningen rapportage, daar integraal ook te behandelen in die regionale raadsbijeenkomst. Aanvullingen vanuit deze vergadering is nog van zorg voor een overkoepelend thema. Vanuit het CDA en VVD zijn daar suggesties voor meegegeven. Ik zal die nog eens een keer laten droppen tijdens die AB-vergadering. Kijken hoeveel enthousiasme daarvoor loskomt. OD vroeg nog van waar kunnen inwoners terecht. Maak dat helder.
De bedoeling is om een economic board op te richten enzovoort. Maar ja, dat, voor je het weet is dat ook een abstract geheel wat ergens zetelt natuurlijk. Dus hoe komen mensen daar? Heb daar aandacht voor. En de vraag voor de Gelderse corridor, die kan collega Driessen beantwoorden. Dank u wel. Terwijl de heer Driessen hier naartoe loopt, kan ik melden dat ik toevallig weet dat het DB volgende week, DB van de regio Rivierenland, gaat spreken over dat overkoepelende statement en lobby en branding. Dus dat komt automatisch terug, ook in het AB, komende AB. De heer Driessen. Ja, gelukt. De heer Van Galen refereert naar een afspraak die gemaakt is met betrekking tot het bijeenkomen van de 23 corridorwethouders. Ik heb vorige week vernomen dat die bijeenkomst niet doorgaat. Ik krijg aanstaande maandag in de kopgroep verdere uitleg. Ook een uitleg van hoe men het nu wil gaan aanpakken om te komen tot goede afspraken met betrekking tot projecten. Dus na maandag, en wellicht is de commissie een goed gremium om weer even terug te koppelen. Dank u wel. Wie in tweede termijn nog? Kijk even naar de heer Van Galen. Ja, voorzitter, ik ben verheugd over de, ik geloof als ik meegeschreven heb, 7 of 8 punten die vanuit Tiel in het AB ingebracht gaan worden. En ik reken op grote overtuigingskracht, zodat het AB in al die punten meegaat. Dank u wel. Wie verder nog in tweede termijn? Is niet het geval, dan is dat voorstel aangenomen. En dan komen we bij eindverantwoording TSOB. De fractie CDA en OD16 gevraagd om nog te agenderen. Dus we kijken even naar die fracties in eerste instantie. Wie durft? U wilt al? De heer Van Oosterom. Ja, ik durf wel hoor. Ik was er al bang voor. Ja, precies. Moet je toch niet te bang zijn? Ja, in de politiek, ik hou expres ons beiden nog even in beeld. Ik ga nu van het beeld af. Ja, doe maar dat beeld er maar af. Zo, mooi. Ja, ik wil daar eigenlijk niet zo heel veel van zeggen. Ik denk dat het meeste van ons er eens zijn dat er gewoon ontzettend mooie projecten zijn gedaan met hulp van de provincie. En dat heeft dus heel veel betekend voor onze stad. Als je kijkt naar ook sociale projecten, maar zeker ook dingen als bijvoorbeeld Technasium, de poorten, om ze als voorbeeld te noemen. Echt zaken waardoor we de stad hebben verbeterd, ook voor onze inwoners. En wat ik ook mooi vond, eigenlijk ook wel de systematiek die erachter zat. Hè, dat de provincie zei van ja, je moet zelf ook echt willen, je moet zelf ook investeren. Of je moet zorgen dat er investeerders zijn die ook meedoen in een goed idee. En dat betekent dus dat je niet zomaar wat roept, maar dat je echt dingen moet willen, want het kost ook ons geld. En uiteindelijk zijn er daar toch de goede dingen uitgekomen. Dus de conclusie van het rapport investeren in Tiel loont, dat kan ik alleen maar als CDA onderschrijven. Wat wel een punt is van ja hoe nu verder dan? Hè? Want we hebben nu ook natuurlijk nog steeds de provincie die wel bereid is om mee te participeren. Maar het is voor ons volstrekt onduidelijk op welke wijze. En als we met een beetje van afstand kijken, lijkt het alsof het Gelders Corridor een beetje het enige project is waar ze heel erg warm voor lopen. En ik vraag me dan ook echt af, wat betekent dat nou voor Tiel? En daar zit ik wel eigenlijk mee van. En ik heb ook wel zorg daarbij van we hebben die provincie toch wel nodig om toch een aantal zaken in Tiel aan de gang te krijgen. En voor mij is het niet duidelijk van op welke wijze dat dan zou moeten. Dus ik zou straks graag van het college willen horen of zij daar ons kunnen helpen daarin. Dank u wel. Heer Van Galen. Voorzitter. Tijdens de commissie is inderdaad al stilgestaan bij de opbrengsten. En dat het goed zou zijn om daar hier ook nog eens bij stil te staan. En niet alleen terug te kijken, maar ook de verbinding te leggen naar hoe gaat het nu verder. En dan is het van belang om eens even terug te gaan in de tijd en te kijken naar welke succesfactoren waren er nu. En hoe kunnen wij die succesfactoren nu voor de toekomst gebruiken.
Eerste TSOB-traject, eerste stadscontract vanaf 2001 viel samen met Maak Tiel mee, Tielse methode. Daar was buitengewoon veel enthousiasme. Het was bijna een revolutionaire werkwijze. Inwoners konden zelf met ideeën komen en er kon over gestemd worden. Er zijn hele mooie projecten uit naar voren gekomen. Paviljoen op het dierenpark. Buitensporig, daar werd het begin voor gelegd. En dat was ook een soort van geest uit de fles, zou je kunnen zeggen, voor al die vervolgtrajecten. Al die vervolgtrajecten, je kunt ze nog teruglezen op de website van de gemeente Tiel. Die hebben tot een aantal stadscontracten. Ik wil een hele kleine nuancering maken. Want volgens mij was dat namelijk uit gelden van de NUON. Ja, maar, en daar had de provincie 1, 2, 3 nog niet, 1, 2, niet zo heel veel mee te maken qua financiële inbrengst. U heeft volledig gelijk. Bij het verhaal van de financiën kom ik zo dadelijk nog even. Want waar het mij om gaat is dat we de vervolgslag gemaakt hebben naar stadscontracten en uiteindelijk ook het regiocontract. En als je kijkt naar de samenvatting van Maak Tiel mee, dan zie je daar eigenlijk een aantal zaken doorheen lopen die later ook terugkwamen, die het tot een succes gemaakt hebben. Er waren namelijk middelen. Bij Maak Tiel mee was het vanuit de NUON-gelden en daarna was het provinciegeld en gemeentelijk geld in cofinanciering en van derde. Maar er waren middelen. Miljoenen lagen er om dingen voor elkaar te krijgen. Verder ging het over projecten waarbij ik dan maar zeg, het was burgernabij. Het ging om zaken waar burgers warm voor liepen. In wijken, in buurten waar ze enthousiast voor te maken waren. En ambtenaren werden uitgedaagd tot het aannemen van een nieuwe rol. Dus niet alleen denken van waarom het niet kan, maar juist in de modus te komen om te helpen, mee te denken en te ontwikkelen. Als je nu kijkt naar die drieslag, geld, burger nabij en een veranderende ambtelijke organisatie, is dat misschien wel de rode draad in het succes van al die trajecten geweest. En nu, en dan sluit ik aan bij wat meneer Van Oostrom zegt, nu maken we een slag naar de gebiedsopgave. De gebiedsopgave vanuit de provincie, waarbij misschien de ambtenaar nog wel in die nieuwe rol blijft zitten, maar de burgernabijheid onder druk komt te staan en de geldstromen ook onder druk staan. En de vraag is dan, en daar ligt, denk ik, hebben wij dezelfde zorg, hoe zorgen we er nu voor dat met in het achterhoofd die succesfactoren we het traject Gelderse Corridor en daaraan gelinkt uiteraard het onderdeel ambitiedocument en de uitvoering ook tot een succes komt. Daarvoor is het nodig dat we een participatiesamenleving proberen voor elkaar te krijgen. En als je kijkt naar hoe krijgen we die nou succesvol, dan krijgen we die alleen succesvol als we niet in systemen durven te denken, maar in de leefwereld van de mensen. Kleinschalig, informeel, praktisch. Dat heeft bij al die andere trajecten ook geholpen. En mijn vraag is aan het college, want het puzzelt ons echt, hoe zorgen we nou dat die benadering ook gebruikt kan worden in dat traject van Gelderse Corridor ambitiedocument. Hoe zorgen we ervoor dat het gaat leven in de stad, mensen betrokken zijn en bevlogen raken van alles wat daar gebeurt. En dan heb ik het over die burgernabijheid. Dank u wel. Heer Groen. Ja, voorzitter, dank u wel. Als aanvulling op de heer Van Oostrom en de heer Vergalen. Even een denk ik een kleine conclusie. We hebben in de commissie bestuur dit onderwerp besproken. Volgens mij waren we unaniem als commissie zijnde dat we toch wel heel veel waarde hebben gehecht aan het hele TSOB-traject. Dank voor de opsomming voor alle mooie projecten die daaruit voortgekomen zijn. En was eigenlijk de oproep om raadsbreed de steun uit te spreken voor dit project, ook onze dank. Maar ook raadsbreed aan het college te vragen hoe denkt de provincie over eventuele toekomstige zaken vergelijkbaar met het TSOB-project. En waarschijnlijk bedoelt de heer Van Oostrom en de heer Verhalen dat ook, maar ik wil toch nog benadrukken dat we in de commissie besproken hebben om dat raadsbreed bij het college neer te leggen, zo niet een oproep te doen. Dank u wel, de heer Henning. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik deel natuurlijk echt wel het nostalgische gevoel wat de heer Van Oostrom en ook de heer Vergalen uitspreekt over hoe dit TSOB altijd heeft gelopen. Ik moet er wel achter bij in herinnering brengen dat de communicatie en de manier waarop je met de provincie om moest gaan is nooit simpel geweest. Dat is die nu dus helemaal niet meer. En waar ik altijd naar zoek is van wat, want ja, participatie kunnen we natuurlijk ook bij onszelf neerleggen.
Als aanvulling op de vragen die er al geweest zijn. Hoe ziet het college de rol van de raadsleden wat betreft de benadering en het werken, het lobbyen bij de provincie? Dank u wel. Zijn er eerst termijn nog aanvulling op deze opmerkingen? Als dat niet het geval is, dan geef ik het woord aan wethouder Dries namens het college. Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst dank aan de raadsleden. Het onderstrepen van de conclusie die in de notitie is getrokken. Dat GSO, staatscontract, regiocontract ontzettend veel gebracht heeft. Ook dank aan met name ook de heer Van Galen, die eigenlijk even mee terugnam naar de oorsprong met die succesfactoren. Want daar heeft u helemaal gelijk in. Dat zijn echt die juweeltjes die je kunt benoemen om te komen tot hetgeen wat er geweest is en uiteindelijk bereikt is. Dat was. En de volgende vragen die waren, en daar begon ook de heer Van Oostrom mee, van ja, en hoe nu verder? Het is om... Af en toe valt hij weg, of niet? Of is dat alleen hier? Zo. Ja, dat scheelt met geluid. Het is onduidelijk. Wat hebben wij nu te verwachten? Als ik even kijk naar de overgang van de stads- en regiocontracten, eindig met het einde van de vorige periode van de Provinciale Staten. En de komst van de nieuwe ideeën, namelijk die gebiedsopgave, dat is heel abrupt geweest. Eigenlijk, maar die neem ik even voor mijn eigen rekening, zou je kunnen zeggen, er is al het een en ander weggegooid voordat je eigenlijk al helder had wat je er nu voor terug zou krijgen. En daar zijn we de afgelopen tijd heel druk mee bezig geweest. Overleg met de provincie. De heer Henning gaf al even mooi aan van dat de provincie altijd wel wat moeilijk is om uiteindelijk te komen tot een bepaald doel met elkaar. Als je dan kijkt naar de gebiedsopgave, dan hebben we ontzettend veel onduidelijkheden gehad. En we hebben er nog een aantal. Dat is ook de reden waarom die bijeenkomst die ik net noemde eigenlijk is afgezegd. Omdat we nu ook in de kopgroep nog steeds aan het zoeken zijn met de diverse gedeputeerden van gedeputeerde staten. Om te kijken hoe we nu verder met... Ja, de ondersteuning van de gemeenten, als ik dat zo mag zeggen. Maar dat komt never en nooit meer terug zoals die was. Er is namelijk gewoon een nieuwe benadering, dat is die gebiedsopgave. En de gebiedsopgave Gelderse Corridor voor regio Rivierenland, als 1/3 van die Gelderse Corridor. Daar wordt op dit moment gekeken van, hoe zouden wij nou dingen kunnen gaan ondersteunen? Eén ding is wel zeker. Het moeten concrete projecten zijn die passen binnen de visie van de provincie. En als je dan even kijkt naar vandaag in Tiel, hebben wij te weinig concrete projecten die vallen binnen de uitgangspunten van de provincie, als je die koppelt aan de agrologistiek. Daar zijn we ook in relatie met het vorige agendapunt in de stuurgroep aansluiting, zeg maar, de drie speerpunten en de gebiedsopgave, zijn we juist constant aan het zoeken van ja, welke komen nu in aanmerking, wat je dan zou kunnen indienen. Dat is met betrekking tot de Gelderse Corridor. Is er dan helemaal niks meer? Nee, gelukkig kunnen we daar ook op antwoorden, absoluut wel. Want de diverse sectorale fondsen, die bestaan nog steeds en daar zijn allemaal aparte regels voor. De ene zou je dat via de overheid kunnen doen, andere is juist voor partijen en voor onderdelen. Er is ook een fonds bijvoorbeeld, en daar hebben we er hier in Tiel niet zoveel van, maar ook voor een bijdrage voor molens, om er iets te noemen. Dus er is een hele lijst. En die is behoorlijk, mag ik wel zeggen, een hele lijst van mogelijke fondsen waar je gebruik van kunt maken. En daar moeten we denk ik steeds meer gaan inzetten. Dat is ook weer de uitdaging voor ons als gemeente. Zodra er weer een idee is, dat we meteen gaan toetsen langs een afvinklijstje, zeg maar, bij welk fonds zouden we eventueel terecht kunnen. Maar ja, het was van extra gelden van de Nuon-gelden en dat is gewoon gestopt. Dus het is geen kerntaak van de provincie om een nieuw, want dat was ook een vraag, ik meen van de PVDB. Ik heb even vrij vertaald van hoe denkt de provincie over opvolging met betrekking tot TSOB, GSO. Het is geen kerntaak, dus er komt geen opvolging. Er is een hele nieuwe weg ingeslagen. Dat even in eerste instantie, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk ook even naar de heer Groen, want die deed een oproep om raadsbreed iets richting de provincie te doen. Ja, dank u wel. Nou, het was niet zozeer een oproep. We hebben in de commissie, heeft ook de heer Van Oostrom en de heer Verhalen al het belang naar voren gehaald van de TSOB-gelden, maar ook vooral het succes. Het gaat niet alleen om het geld, maar het gaat vooral om wat is ermee gedaan en wat is eruit voortgekomen. En daar hebben we eigenlijk volgens mij, maar het kan zijn dat ik het helemaal mis heb, maar hebben we afgesproken om raadsbreed toch ook aan het college de dank uit te spreken, maar ook te zeggen van jongens, hoe kunnen we hier nou nog op de een of andere manier een soort vervolg aangeven? Dus dat was eigenlijk, ik zie de heer Van Oostrom al, dus die gaat mij helpen. Meneer Van Oostrom? Ik denk dat de meneer Groen inderdaad een punt heeft. Kijk, u geeft die sectorale gelden aan, die fondsen die er zijn. Ja, ik denk dat het goed is om ook dat wij heel goed weten wat daar in mogelijk is. Wat precies die sectorale fondsen, hoe die eruit zien. Ik zie ons dan niet 1, 2, 3 een nieuwe molen bouwen in Tiel, als voorbeeld. Maar wellicht zijn er wel zaken, als je er kritisch naar kijkt, van dat je zegt van hé, als we dat weten, misschien hebben we wat ideeën nog of kansen die we in de stad zien. En dan zou je daar eens op wat we nadrukkelijk op kunnen anticiperen. Dus ik denk dat het wel noodzakelijk is. Ik denk dat de heer Groen het ook bedoelt. Om ook elkaar mee te nemen in wat er dan wel is en hoe we daar dan eventueel een beroep op zouden kunnen doen. Want dat is voor ons nog een stuk onduidelijkheid bij. Dank u wel. De heer Van Gaal. Ja, voorzitter. De wethouder geeft aan, er is overleg met de provincie. De kopgroep is nog aan het zoektochten, zou je kunnen zeggen. Als ze maar niet verdwalen, denk ik dan. Concrete projecten van de provincie, dat is allemaal een stuk moeilijker geworden. We zijn nog met elkaar aan het bekijken wat kan er voor een aanmerking komen in dat soort bewoordingen. Zeg, als ik dat dan zo samenvat, denk ik, hoe vertrouwenwekkend is dat dan eigenlijk op dit moment? Kijkend naar de ervaring van TSOB, stadscontracten, want daar had je directe dialoog met de burgers. Wat willen ze voor elkaar krijgen? Daar ontstond van alles en nog wat, wat vervolgens in projecten gerealiseerd werd. Die methodiek, ja, is die nog van toepassing? Kunnen we die nog gebruiken? Hoe kijkt het college daar tegenaan vanuit ook het coalitieakkoord rondom burgerparticipatie? Om die slag daarin wel te maken en dus ook de slag niet te missen. Nou, daar ligt denk ik de grootste zorg en ik denk dat daar ook de uitdaging ligt. Niet alleen voor u, maar de gezamenlijke wethouders om die slag met de gemeente te maken. Hoe doen we dat allemaal? Want ja, bij de constateringen die u doet, overleg, kopgroep, zoeken, et cetera, is er in feite nog niks. Dank u wel. Verder nog iemand op tweede termijn? Het woord de wethouder Dries. Voorzitter, laat ik beginnen met een reactie te geven op de sectorale fondsen. Ik zeg u toe dat ik een lijst laat maken met relevante sectorale fondsen waar wij wellicht iets mee kunnen doen. Dat hoest ik nu niet zo op, maar dat zal ik zeker laten maken. De heer Van Oostrom, tweede optie. Dat lijstje is natuurlijk mooi, dat is een begin, dat is een instrument. Maar ik denk ook dat wij onszelf ook vooral hoe noemen we dat, in de voorgroep moeten zetten, dat wij zelf als raadsleden en commissieleden ook vooral daarmee aan de slag moeten. Want alleen een lijstje, daar gaan we niet meer redden, denk ik. Dat zou het Driessen. Ja, daar gaat u over. Ja. Ten aanzien van de vraag van de heer Van Galen, als je kijkt naar de succesfactoren met betrekking tot projecten zoals wij die in Tiel gekend hebben, als ik dan het bruggetje maak naar de Gelderse Corridor, dan gaat dat niet terugkomen. We praten ook over een heel andere benadering. Hè. Als je even teruggaat naar de Gelderse Corridor, en volgens mij hebben we dat ook al eens gedeeld. Als ik dan kijk wat bijvoorbeeld in aanmerking zou komen, dat zou in relatie zijn met de logistieke hotspot Rivierenland. Dat is natuurlijk en een gemeentegrensoverschrijdend verhaal. Maar dan kan het ook nog eens een keer betekenen dat er van de 10 gemeenten die wij hier in de regio Rivierenland hebben, er misschien maar 3 iets van een project binnen gaan halen. Misschien zijn er 2. En wij zetten als Tiel natuurlijk ook op Tiel in. Laat dat ook helder zijn. Want wij hebben als Tiel een centrale plaats in die logistieke hotspot Rivierenland. Maar het is een heel ander tijdsperk geworden. Helaas, zou ik bijna willen zeggen. Maar je kijkt dan toch naar de kansen die het wel gaat geven. En dat is nog even een weg. Mooier kan ik het niet maken. Dank u wel. Het lijkt me wel goed ter afronding dat met de toezegging die u heeft gedaan voor die lijst, dat er ook vanuit het college even nagedacht wordt van hoe we de raad zeg maar in een kracht kunnen zetten
om ook zoveel mogelijk middelen voor Tiel binnen te halen. Ja, en als ik zo vrij mag zijn, ik kan me ook voorstellen dat we juist daar de discussie in de denktank regionale samenwerking voor gebruiken. Want die hebben daarvoor ook in het leven geroepen. Ja, die kan dat prima voorbereiden dan. Ja. Dat is een goede suggestie van Stoete Vlag. Ja, dat wilde ik ook inderdaad meegeven. Ah. Nou, dank u wel. Dank u. Dan is het agenda daarmee afgerond. En vastgesteld, dan komen we bij de Kamer stel de discussie binnenstad. En ik stel voor dat we daar naartoe gaan, even te schorsen voor kort voor een kop koffie. Een paar minuten en dan keren wij hier weer terug.